Momentaal is voor ons een inspirator, omdat hij altijd heel erg naar zichzelf heeft geluisterd. We zijn te gast op het hoofdkantoor van de Urban Gym Group. Op een prominente plek in dit kantoor staat een fors beeldscherm waarop een BI-tool de data uit alle gyms in real-time laat zien. Han en Marjolein hebben hun onderneming echt data-driven gemaakt. Hoe vestigingen het doen, het wisselt continu. Wat de ledenontwikkeling is, door de tijd heen, hoeveel mannen, hoeveel vrouwen we hebben. Maar ook hoeveel leden er vandaag hebben gesport tegenover gisteren. En met al die data kunnen we beslissingen maken of managementacties ondernemen. We hebben hier bijvoorbeeld de check-ins. En dat is eigenlijk al heel grappig. Bij ons zijn er heel veel check-ins, zoals bij alle sportscholen, zeg maar in januari, februari, maart. Dan gaat iedereen weer de sportschool in. Maar wat je veel ziet bij andere sportscholen, dan gaat die omzet enorm omhoog. En bij ons is het dus tegengesteld. Als in die topmaanden gaat bij ons dus de omzet omlaag, omdat mensen heel veel trainen, dus heel veel korting krijgen. Over 5 jaar hebben we minimaal 30 tot 40 vestigingen. En dan kijken we verder, gewoon stap voor stap. Hoe gaat het concept? Hoe hebben we er nog plezier in? We hebben ook geleerd dat er in een tijdspad alles kan gebeuren. Ja, als je dan je mijl past, we willen wereldwijd. Ik hoop het en ik hoop dat we nog heel veel plezier gaan krijgen. Ik moet niet zwaaien. De ambitie en het enthousiasme stralen van Han en Marjolein af. Hun onderneming is klaar om weer hard te groeien. Om dit mogelijk te maken is er vreemd vermogen binnengehaald, samen met rasondernemer en investeerder Jordi Kool. We spreken hem op zijn kantoor in zijn woning in Noordwijk. Ik kijk naar een aantal zaken en ik had vrij snel door dat die club, of die clubs die ze hadden, dat die nog wel konden verdubbelen of 3 of 4-voudigen. En zij wilden fors groeien. Dus ze stonden echt open voor input, kritiek, discussies. En dat was een van de hoofdredenen waarom ik graag met hun wilde werken. Die eagerness om te leren. En dat zie ik eigenlijk nog steeds. Jordi was verkocht. Zowel wat betreft het bedrijf als de mensen daarachter. Het eerste punt op de agenda, een flinke equity injectie uit eigen zak. Zij hadden een deel van hun aandelenpakket aan mij verkocht, maar hebben geen euro van tafel gehaald, zoals ik het maar noem. Dus dat geld is in de onderneming gebleven om te investeren. Daarna zijn we vrij vlot naar de bank gegaan, dat was de eerste stap. En toen zijn we tijdig weer een traject ingegaan om nog meer financiering op te halen bij een bank en een mezzanine club. En dat hebben we recent afgerond, waardoor we weer de komende jaren meters kunnen maken. En we zijn nu alweer aan het nadenken over what's next. En daar is financiering cruciaal in. Hoeveel is er eigenlijk opgehaald? Tussen de 16 en 20 miljoen, eigenlijk zijn beide partijen bereid om meer te doen. Alleen je haalt eerst de eerste batch op. En daarna moet je ook aan die bank en die andere partij laten zien dat je het ook waar gaat maken. Laten zien dat je het waar maakt. Snel terug naar Amsterdam. Want dit is precies wat er vanmiddag voor Han en Marjolein op de agenda staat. De presentatie voor de investeerders in het Dutch Mezzanine Fund. Hi Marjolein. Wat fijn dat je bent. Ja, dankjewel. Hoi Gerard, hoi. Mooi dat je er bent. Ja. Super. En de, druk. Ja, en de investeerders vinden het superleuk om natuurlijk ook jullie als managementteam te zien presenteren. Wij kunnen wel vertellen wat jullie doen, maar het is altijd een stuk leuker als het managementteam dat natuurlijk zelf kan vertellen. Ja, leuk. Ja. Dutch Mezzanine Fund wordt gefund door allerlei investeerders, kleinere en grotere. We presenteren een stukje van de cijfers, wie we zijn, hoe we ervoor staan. Er zal ongetwijfeld weer een volgende ronde komen. Dus ik denk dat het heel positief is als wij de mensen nu ook positief meekrijgen. En kijken hoe dat wordt opgevangen. Dus moment 2.7 million people are doing something with fitness and still growing. Fitness is becoming more popular. Han en Marjolein kunnen goede cijfers overleggen, maar ze maken ook van de gelegenheid gebruik om hun achterban te vertellen over een nieuw concept. Het is aan de Amstelveense weg en het is Trainmore non-stop. Ja, Trainmore non-stop is een nieuw concept. We open it's smaller building, but it's going to be open for 24 hours. Hebben we al een vergunning voor die gevelreclame hier? Ja, alleen dan mogen we de tagline niet bijzetten, dus die willen we hier achter het glas. Oh, de non-stop. Ja. Oké. Okay. Non-stop, non-stop. Oké. Okay. De allereerste Train More non-stop is nog verre van af, maar opening is al over 6 weken. Han is op bliksembezoek met architect Jan Paul. Ligt alles op schema? Hij gaat 13 juli open. Ja. En dat is altijd spannend. Van welke nieuwe technologie kunnen de gebruikers van deze gym gebruik maken? En zal de opening gehaald worden? Klik snel door voor de laatste aflevering van Uitblinkers in Zaken.